eerst even. Ik wil eerst even kijken of de... die al klaar is. Ja. Kijk, dus we hebben nu een alternatief. Yo, mensen van Dutch Gaming en leuk dat je kijkt naar Satisfactory. We gaan door met waar we gebleven zijn en dat is bij de fabriek. Achteraf blijkt dus de power denk ik wel weer goed te staan. Maar wat we vandaag even in de planning hebben staan is... we gaan olie uit de grond halen. Dus ik heb wat spullen nodig. En met wat spullen bedoel ik er best wel wat. Want we gaan de computeronderdelen maken. En voor de computeronderdelen heb ik behoorlijk wat... ook wat koper nodig helaas. Want we gaan... ja, we gaan de olie uit de grond halen. Dus deze machines gaan we even wijken voor me. Want we moeten er ook stroom op zetten. En dat gaat ook even wat kosten. Dus ik hoop dat het... houdt het netwerk dat? Ja, dat gaat het netwerk houden. Want er zijn een x-aantal machines die niet hoeven te werken. Zoals de mijner. De staalmijner. De... hoe heet die dingen? Constructors. Die hoeven geen... nee, de smelters hoeven niet meer. Hoe heet die ballen dingen? De foundries hoeven niet meer te werken, dus die vragen geen stroom meer. De truckstop heb geen stroom meer, heeft tijdelijk meer nodig. Dus dat zal even tijdelijk goed gaan. Even kijken, wat hebben we nodig voor die dingen? We hebben sowieso één van deze nodig. En... ik denk een paar van deze. Ik weet even niet wat we daarvoor nodig hebben. We hebben computers nodig, we hebben computers. Wat hebben we nodig voor computers? Even kijken. Computers. Hier, computers. We hebben circuitboards nodig en plastic. Oké, dat kunnen we maken. Circuitboards hebben plastic nodig en plastic heb alleen olie nodig. Oké, klinkt goed. Dus voor dat te maken... Hebben we dus een... een smelter? Een constructor nodig. Oké, we hebben een constructor. Maar... het probleem is... ik heb er 50 nodig. Dat is het probleem. Dan moeten we dat dus refinen naar dat andere. Dus ik heb eerst weer wat motors nodig. En de motors en de steel gebeuren ligt ergens anders. Bij de hub. Dus we gaan even naar de hub toe. Halen daar wat... voor mij doe ik nog iets fout. Want de koolcentrale staat er nog tussen. Die heb ik niet meer nodig. Zo toch? Oké, dan klopt het. Maar we hebben nog steelkabels nodig. We hebben nog kabels nodig. We hebben wat... koperen wire nodig. Maar we moeten de stroom aanleggen. Want we hebben stroom nodig daar. Dat gaat nog een probleem worden. Zoek het uit met die tractor. We hebben nog van alles nodig. Maar het is de moeite waard. Want zodra we de computers hebben gemaakt, kunnen we ook de truck maken en andere dingen. Dus technisch gezien gaat het wel werken. Ik vind het alleen altijd vervelend dat dit niet zo snel gaat, maar dat komt vanzelf wel. Want ja, deze machine die kan gemakkelijk sneller. En er zit gewoon genoeg ruimte in. Er zit genoeg ruimte op deze band om dit te kunnen vervoeren. Dat is echt het nare, maar er komen zoveel per keer uit. Dus als ik een Mark IV heb, dan gaat het sneller. Dan kan ik het ook wat meer neerzetten. En ik vind het vervelend om die frames eigenlijk te gaan gebruiken, want ja. Het is niet echt iets wat ik veel wil gebruiken, die heavy frames. Want het is een lastig proces om te maken, want ik moet sowieso nu ook, als ik die 6 heb gemaakt, moet ik er 6 weer bij gaan maken. Om de productie op te voeren. Maar ja, het moet. Ik hou wel bij me, zodat ik het kan gebruiken. Dan laten we daar dus nu even heen gaan. Ik ga machines neerzetten. Kijk, wat banden. Wat even. Nou, ik dacht de stroom kapte eruit. Heb ik genoeg voor banden? Ja, ik heb ook genoeg voor een paar bandjes. Top, daar gaan we heen. Erop af. Nou, die Mark IV banden zijn gewoon echt geweldig. Dat blijf ik nog steeds zeggen. Cancel. Ja, ik weet. Voor mij lagen op die eilanden dat. Pijn, natuurlijk liggen er weer beestjes. En grotere beestjes. En wat kleinere beestjes. Oh, daar lag ook een gele slak. Volgens mij kon ik hier zo oversteken. Yep. Opzouten. Holy net pak picked up, oké. Ik wist dat jij me aangevallen vuil op. Pukkel. Even kijken, dit is een olieplasje. Kunnen we niet oppakken, helaas. Maakt niet uit, daar hebben we de oliepomp voor. Zit er nog eentje in de buurt? Of deze? Ja. Recht voor me. Maar we hebben er 1 nodig, dus dat scheelt even. Even kijken, dan hebben wij een splitter. Die kunnen we niet maken. Ah, ja, natuurlijk. Ik heb de helft weer niet meegenomen natuurlijk. Gelukkig heb ik het voor me. Of heb ik het hier niet gedaan? Kijk hier. Voorbereid, we zijn voorbereid. Kijken, ik wil even deze ook hebben. Hier zit de uitgang. Ik wil de splitter op een dingetje hebben staan. Top. Refinery. Ook weer badass machines natuurlijk, zoals altijd. Zo. Logistics. Oh. Dat is de verkeerde kant. Top. Iron rods. Dat vind ik. Pokker rods. Die heb ik natuurlijk. Ik zeg helemaal niks. Ik zeg gewoon op dit moment even gewoon niks. Oh. Hallo. Vind je dat normaal om mijn machines aan te vallen? Dank u. Oh. Oké, die maken olie. Plastic maken, oké, top. We zetten hun even op plastic productie. Ik heb alleen geen kist bij me. Maar wel, ik heb wel genoeg, top. Ik weet niet waarom ik het 2 neerzet, maar ik denk voor puur het feit dat ik het vermoeden heb dat het snel gaat. Oké, we hebben dus stroom. Even kijken, wat is de snelste richting de basis? Maar kabel is te lang, oké. We trekken deze kabel gewoon even in hele snelle richting mijn basis. Maar tegen de tijd dat ik daar weer ben, dan staat het wel weer stil, denk ik. Nu moet ik ook even wegvechten. Fuck, ik vergeet er mijn levens bij te vullen. Top. Die is weg. 14. Oké. Ook bijgevuld. Dit even pakken. Oké, ook opgezout. Ook weer weggewerkt. Top, 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 top. Wat zit hierin? Oh, we mogen hem zo openen. Hoppakee. Een hard drive. Wat moet ik met een hard drive? Komen we zo meteen wel weer achter. Dan hoop ik alleen niet dat mijn basis nou een echte overkill moet hebben aan stroom. Hij is te lang, hij is te lang, hij is niet te lang. Oké, top. Gaan we dit redden? Even kijken, we moeten even kijken. Want ik weet sowieso dat de eerste vaten zo meteen eruit komen. Dan hebben we productie van de olie. Of van plastic. Er blijft er nog een beetje niks onder zitten. Maar dat is heel erg jammer. We kunnen niet, ik kan niet echt precieze meting doen. Want de stroom blijft fluctueren van... machines die blijven werken, want niet alle machines krijgen even genoeg items de hele tijd binnen, dus daar blijft de fluctuatie in zitten. Als alle machines gewoon alles op 100% blijven houden, dan heb je eigenlijk wel een degelijkere rechtere lijn aan stroom, zou ik eerder zeggen. Want zoals je hier ziet, die zit een hele tijd een piek in, dus je hebt wel, hier staan er wel machines die dan uitstaan, dan gaan er staan weer machines aan, dus dat blijft een beetje in een op- en neerspiraal. Het is nu alleen het feit dat we de hele tijd op en neer moeten rijden voor plastic. Nou, dat is alleen niet echt het idee wat ik de hele tijd wil gaan doen. Maar voor nu is het even niet anders. Nou, ik dacht dat plastic per 3 of 4 uitkwam uit de machine. We kunnen er later ook nog brandstof maken. En hier wil ik dan uiteindelijk een soort van raffinij maken van olie. Zoals plastic... circuit boards misschien. Ja, gewoon sowieso plastic en rubber. Ondanks dat deze machines niet echt uitstotend zijn. En dat ding wel. Dat ding heeft gewoon letterlijk vlam aan de kop. Ik zal het even laten zien. Is dat eigenlijk wel veilig? Voor mij is dat niet eens veilig. Hier, deze machines die zijn eigenlijk zo langzaam. Ja, 3 per minuut. Oké. Dat kan wel wat vlotter. Dat mag eigenlijk best wel wat vlotter. Gaat het toch 7? Oké, we hebben dus nu plastic. Weet je wat? Ik zet het even op een merger. Dit is gewoon te pijnlijk om aan te zien op dit moment. Dit is veel leuker gezicht om te zien. Maar... Zo dat dit leuker, ja. Het is wat beter. Oké, we hebben 100. Even kijken, wat hebben we ervoor nodig? We hebben 50 computers nodig. Ik zweer het echt. Ik zweer het echt. Dit is echt gewoon vervelend aan het worden. Ik kan het denk ik nog beter zelf gaan doen. Ik ga het zelf doen. Ik ga het wel even met de hand doen dan. Ik verdien, nou, ik maak er niet echt veel profijt van om dit zelf te gaan doen. Aangezien de machines 2 keer zo snel, ja, de machines produceren meer dan dit. Nou, dus ik ben zo meteen weer even terug met jullie. Ik ga dit probleem even proberen zo hard mogelijk te tackelen op dit moment. Want dit begint echt een ding te worden, wat heel irritant begint te worden. En ik denk dat de Battlefield eruit is geklapt. Ja, de Battlefield is waarschijnlijk uitgeklapt op dit moment. Ik heb even zo'n probleem getackled, lieve mensen. Ik heb momenteel nu 4 of 8 extra centrales bijgezet, zodat we eigenlijk genoeg stroom hebben, want het zit echt elke keer in de buurt van ons stroomprobleempje. En dit loopt weer lekker door, dus dat scheelt ook een heleboel. Met de overclocking erin hebben we behoorlijk wat plastic al bijgemaakt. En ik heb de circuitboards maar even bijgehaald, want we hebben nog best wel wat circuitboards nodig, 255. En we hebben behoorlijk wat koper nodig, en de koper heb ik dus weer niet hier. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Eigenlijk moeten we dus even allemaal daarin. Ik moet dus terug naar de basis toe. Om daar al het andere zooi te gaan halen. Waar ik dus eigenlijk over na zat te denken van oké, we hebben dus niet genoeg spullen. Laat ik dit even terug in knallen. Dan zorg ik gewoon ervoor dat alles in de container zit. Zodat ik hier wat meer ruimte heb. Dan kan ik even precies zien hoeveel we al hebben. Oké, we zitten al iets over de helft. Dus dat scheelt. Dus we kunnen even wachten daarop. Want dit, nou ja, eigenlijk gaat het niet heel snel. Ondanks dat we het volledig overklokt hebben. Gaat het dan niet echt super snel. Want het is even goed dan 3 per keer. En dan bijna, ja. We zitten al iets over de 115 of zo. Nou, 115-ish. Per minuut. Dus dat gaat eventjes duren. Dus we kunnen gerust eigenlijk even terug naar de basis toe. Daar even de circuitboards maken. Dan weer terug. Kijken hoeveel we dan hebben. Want we hebben er... Ja, dat gaat daar best wel langzaam duren, denk ik. Ik denk dat we er sowieso nog wel een paar minuten over gaan doen. Want we hebben ook nog behoorlijk wat circuitboards nodig voor de computers hemzelf. Voor de plastic bedoel ik, sorry. Dus dat op- en inrijden zal het wel even gaan doen. De staalproductie, ja, dus ook, staalproductie staat stil, want ja, de tractor rijdt niet meer. Dus dat is aan de andere kant een goed ding, want dan blijft de wire zich opstapelen voor nu. Dus een 372 zal, denk ik, tot ons beschikking al zijn. Dat we ervoor nodig hebben. Ik hoop het althans. Aan de andere kant is het ook best wel vervelend dat de wire niet meer loopt en de staal. Want we hebben de stators wel nodig voor motors. Maar ja, de motors die hebben we genoeg van. Dus dat scheelt eigenlijk een heel groot stuk. Het enige vervelend is wel van elke keer dat alles iets stilstaat, dan verlies je ook iets. En... Ja, we hebben de brandstofgenerators nodig. Dat is het belangrijke. En de Mark IV banden, want dan hebben we gewoon van alles genoeg. En de tractor rijdt momenteel op brandstof in plaats van kool. Brandstof is iets langer houdbaar. Iets langer houdbaar, langer bruikbaarder dan hetgene wat we toen deden. Nou, we hebben nog niet eens genoeg hiervoor. We zitten daar nog niet eens zo goed op. Ja, we kunnen wel iets meer dan 140 van die circuitboards al in elkaar knallen. Dus dat is een voordeel. En dit is veel makkelijker geweest als ik een assembler heb. Want dan Gaat het iets sneller? Misschien is de harddrive... Oh, wat is er? De harddrive kunnen we ook even checken. Of de harddrive al klaar is. Dan kunnen jullie zien wat een alternatieve receptuur is. Dat is ook nog best wel een dingetje om te hebben. Wat zitten we daar aan van hem? Dus we maken dit even. Nou, weet je wat? Check dat eerst even. Ik wil eens even kijken of de... die al klaar is. Ja. Kijk, dus we hebben nu een alternatief receptuur voor circuitboards. En reinforced staal. En cables. En ik vind de circuitboards best wel belangrijk. Want we hebben daar heb je de 7 per minuut. Dus we nemen deze. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Dank je, Gladys. Dus we kunnen deze nu binnenkort ook unlocken. Dus in plaats van dat er bij spreken in Assembler 3 per minuut uitkomen, kunnen we er 7,5 uit laten komen. Dus dat is in 2 minuten dus eigenlijk 8. Nee, 15. Ja, 15 per 2 minuten. Dus dat scheelt dan ook weer een stuk voor mij. Want dan hoef ik bijvoorbeeld plastic minder te laten maken. Dan kan ik plastic voor andere dingen gaan gebruiken. Dan kunnen we rubberproductie eigenlijk gaan doen. Wat voor de hand minder productief is om dat te doen volgens mij. Want ik krijg er minder van. Maar dan krijg ik nog steeds 1 per keer uit. Denk ik. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik dit goed zeg, van dat ik zelf met een... Alsof ik met een assembler meer krijg dan dat ik het nu met de hand doe. Ik denk dat ik met de assembler meer krijg. Laat ik dat even... Moet ik even checken als ik daar genoeg spullen voor heb. Nee, ik heb dat niet goed. Ik heb altijd weer de cables. Het zijn altijd de cables die ik niet heb. Kijken hoeveel. Ja, kijk, hier krijg je dus 1 per minuut uit. En met het alternatieve receptuur krijgen we er meer, volgens mij iets meer uit. Dus dat is dus het hele doel. Dat is eigenlijk dus mijn hele punt van. Om te zeggen van dat alternatieve receptuur dus beter zijn. Maar ja. Het gaat sowieso nog een tijdje duren, lieve mensen. Dus... ik ga hierbij de video beëindigen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Beloof natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video als je dat niet hebt gedaan. Druk de abonneerknop in en de belnotificatie aan om up-to-date te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En zoals altijd, keep it you, keep it Dutch. En ik zie jullie bij de volgende video weer terug. En dan hebben we gewoon de milestone power in de power infrastructuur geunlocked. Dus mensen, tot de volgende video. Later.